een nieuwe video. En deze keer ben ik in Amsterdam en ik ben hier op bezoek bij Machteld. En ze is zo pas verhuisd en naar het schijnt heeft ze een gloednieuwe studio in haar huis laten bouwen. En als er iets is waar ik zeer benieuwd naar ben, dat zijn studio's. Hoi, hoe gaat-ie? Hallo. Ja, goed, hoi. Met jou. Supergoed. Ja, ja. Dit is Machteld, een van de meest gevraagde Nederlandse voice-over stemmen. En ik ben enorm vereerd dat ik in haar nieuwe studio mag binnenkijken. Machteld, van waar kunnen wij jouw stem herkennen? In Nederland zouden mensen mij van Blue Band kunnen kennen. Dat heb ik 16 jaar gedaan. Dat is een margarine. Hoe klinkt dat? Opgroeien doe je het best met Blue Band. Oh, ik geloof het ook echt. Ah, ja. Opgroeien doe je het best met Blue Band. En nu bijvoorbeeld zit ik in Prominent. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Maar hoe is dat begonnen bij jou? Eigenlijk per ongeluk. Ik was tekstschrijver in de reclame. En ik had een commercial waar ik een stem voor had ingehuurd. En die kwam niet opdagen. Ik heb haar nagedaan. En ze zeiden van, nou, dat is prima. En dat is toen uitgezonden. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Welke periode spreken we dan eigenlijk? Dit was... Als ik dat mag vragen. Ja, 1992, denk ik. Ik ben geboren in 1991. Dus eigenlijk ben je al zo lang als ik leef, ja, voice-over stem eigenlijk. Ja. Maar het begon met die ene klus en toen had ik er misschien 2 per jaar en toen 3 per jaar en toen 1 per maand. Oh, lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. En wat gaf dan precies de aanleiding om toch voor voice-over te kiezen? Nou, zo'n 10 jaar geleden was er een enorme omslag. Het internet werd groter, er werden kortere filmpjes gemaakt, webfilmpjes voor kleinere budgetten. En de opkomst van de thuisstudio. En daar was jij pionier in? Nou, niet pionier, maar ik was wel een van de eerste, ja. Ja, 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 pionier. Nee, 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 ik was niet pionier. Dat is pionier zijn, dat is pionier. Een van de eerste, lijkt voor mij. Nou, ik ging erin mee. Ik ben begonnen onder de hoogslaper van mijn zoon. Oké, wauw. Alleen maar dekbedden. Ja. Maar ja, als de buurvrouw de wasmachine aandeed, dan kon ik 1,5 uur niet inspreken. Ja, ja, ja. Ik dacht... Ik moet gewoon upgraden. En dat is, ja, zoals de Amerikanen zeggen, een game changer geweest. Dat, ja, dat was echt... Oh, ik kon dag en nacht inspreken. Wow, ja. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Ja. Oké, dat zijn we. En we moeten nog betalen eigenlijk. Ja. Ik trakteer. Kom binnen in mijn domein. Tadaa! Maar zie! Home Sweet Home Studio. Ja, die vond ik zo leuk gevonden. Ja. Ja. En hier ben ik natuurlijk heel erg onbekend. Wat is dat precies? Ah ja, dat is zo een ding. Daar doe je papier in. En dan kan je dus in de studio praten met je handen. Want dan hoef je het papier niet vast te houden. Oké. Dit is vintage. Het zijn collectors items. Die paarse zijn collectors items. Mag ik jou eens aan het werk zien? Ja. Nou ja, wat ik dan doe, soms in pyjama al. Of s'avonds cool? Ja, 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 ja. Heb je al eens naakt? Ja, ik doe dat ook. Soms. The Naked Boys. Ja. Dat is toch grappig, bizar, jij, hè? Niemand bizar. Weet dat. Ja. Ik ben bezig met een podcast. Het is voor een Italiaanse klant. En het is in het Frans vertaald. En het gaat over de wereld van de uitgeverij. Maar vanuit het Italiaans oogpunt. Ik weet niet wie er naar luistert, maar ik mag het inspreken. Il existe des livres qui peuvent être aimés de la même manière par les jeunes et les adultes. Et pour eux aussi, bien sûr, l'édition a imaginé une étiquette, le crossover. Et si le cas le plus frappant... Et si le cas le plus frappant... Ja, en ik doe dus meestal punch and roll. En dat is inprikken. Ah ja. En dan hoef ik daarna niet te editen. Als je fout maakt, meteen juist. Meteen vervangen. Meteen vervangen. Okay. En dan kan ik door. Je stem klinkt ook wat hoger als je Frans spreekt, denk ik. Kan dat? Ik zou het ook... Et si le cas le plus frappant est bien sûr celui d'Harry Potter, avec ses millions d'exemplaires vendus dans le monde entier... Ja, ja, maar cool, ja, je kunt echt kiezen. Ja, maar je hebt van nature gewoon een mooie, lage stem. Heb jij wel eens stemproblemen? Nee. Nee, ik heb heel veel stemproblemen. Ja? Ja. Maar daar doe ik oefeningen voor en we gaan zo samen ook een oefening doen. En welke oefeningen doe je dan? Laksfoksen. 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 Ah, ja, dat is zo met zo'n rietje en zo... Ik heb het al vast. Ja, ik heb er één voor jou. Oh ja, die staat daar. Ik pak hem even. Ik wil laksfoksen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Hij is schoon, dus hou hem zo vast. En wat doet het? Je moet rechtop zitten. Wat gaat het doen? Het masseert eigenlijk je stembanden. Je doet heel goed, want je wangen trillen. En dat is goed. En dat is goed. Dat is goed. Wat
Wat zegt uw zoon als jij er zo staat, morgens vroeg? Die lopen heel snel weg. Maar het lijkt wel of dat allemaal heel gemakkelijk voor u gaat. Hè? Is er dan zo niks moeilijk of zo? Ben je niks een uitdaging nog? Tuurlijk zijn er moeilijke dingen. Ah. Er zijn met name bijvoorbeeld medische dingen, die met hele moeilijke woorden. Bijvoorbeeld dit. Diadochokinese. Laat de patiënten onderarmen pro- en supineren in de lucht. Geen idee wat dat is. Hè? We gaan het opzoeken. Supineren. De beweging in de onderarm en het enkelgewricht waarbij deze respectievelijk naar buiten en naar binnen draaien. Dus die mensen zitten nu zo te doen. Zo. He. Nou, we hebben weer wat geleerd. Dat is ook het leuke van inspreken. Dat je zoveel leert. Oef, ik vind het wel vrij warm geworden. Het is heel warm. Even frisse lucht. Ja, we gaan frisse lucht en dan gaan we even verder aan de tafel. Stel nu, je start vandaag helemaal van nul. Hoe zou jij nu jouw eerste opdracht proberen te verzilveren? Dicht bij huis. Ik zou kijken naar oud-collega's, naar collega's, naar familie, naar vrienden. Iemand die een bedrijf heeft. Ja. En zeggen, wil je een bedrijfsfilmpje? Ga daarmee oefenen. En dan natuurlijk de vraag die op ieders lippen brandt. Hoeveel verdien je eigenlijk als sowieso voor? Zou je wel willen weten? Nee, daar spreken we niet over. Nee. Maar laten we zo zeggen, ik heb wel een heel huis bij elkaar geluld. Zoals ik denk dat je wel voor veel mensen een voorbeeld bent. Denk ik wel. Ja, Het is superleuk, maar het is geen gewonnen race. Ik vond het zo leuk om hier te mogen zijn, om eens te mogen piepen in uw nagelnieuwe studio. Ja, en ik stuur je niet zonder lege handen terug, want ik had je... Oh, en dat wordt gebracht door het de katje. De vintage. De enige echte. En de 2.0. Oh, dat is te veel eer, Machteld. Ik vond het echt top. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik ben blij. Ik ga weer aan het werk, dus tot volgende keer.